In deze video laat ik zien hoe je kookt en bakt op een inductiekookplaat. Zet de kookplaat aan door dit symbool aan te raken. Je hoort dan dit signaal en het lampje brandt. De kookzones reageren alleen als er een pan op staat. Kies de kookzone die het beste past bij de pan. Deze kleine pan werkt rechtsachter het beste, een grote koekenpan rechtsonder en deze pastapan linksachter. Gebruik je meer dan één pan op de kookplaat? Druk dan op dit symbool om de juiste kookzone te selecteren. En gebruik daarna de symbolen plus of min voor de kookstand. Kookstand 1 is de laagste stand en kookstand 9 is de hoogste stand. Gebruik bijvoorbeeld kookstand 9 om water aan de kook te brengen. En zodra het water kookt, kun je de kookzone lager zetten, naar bijvoorbeeld 5. Kookstand 7 is goed om vlees te bereiden. Staat er één pan op de kookplaat? Dan selecteert de kookplaat automatisch de juiste kookzone. Druk nu op de gewenste kookstand. Elke kookstand heeft een tussenstand. Deze is aangeduid met een punt. Druk hier om de kookzone te kiezen. Raak binnen 10 seconden het symbool plus of min aan. Met min is de kookstand 4. En met plus kies de kookzone voor kookstand 9. Daarna pas je met bijvoorbeeld min de kookstand een halve stap aan, van 9 naar 8,5. Het display laat 8 punt zien. Nog een keer op min en de kookstand daalt naar 8. Klik je bij kookstand 9 op de plus en gebruik je maar één kookzone, dan verschijnt hier de kleine letter B en is de boosterfunctie aan. Die functie leg ik beter uit in de video Tips en Oplossingen. Om één kookzone uit te schakelen, selecteer je de kookzone en gebruik je daarna het symbool min tot de 0 verschijnt. Wil je de kookplaat en alle kookzones in één keer uitzetten? Raak dit symbool aan tot deze indicatie verdwijnt. Zodra de kookzone uit is, staat hier de letter H. Die geeft aan dat de zone nog restwarmte heeft. Bij hoofdletter H is de zone heel warm. Bij kleine letter H is de zone minder warm. De kookplaat gaat ook automatisch uit als er geen pan meer op de kookzone staat. In de video Kennis maken met inductie leg ik uit waarom koken op inductie veilig is en hoe het kinderslot werkt. Of bekijk de video Tips en Oplossingen voor handige functies zoals de slimme tijdklok en schoonmaaktips.